Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, direct nadat Dilan Yeşilgöz aantrad als nieuwe minister van Justitie gaf zij aan, en ik citeer, ik ga de rechtsstaat koesteren, verdedigen en versterken. Wat zij had moeten zeggen is, ik ga de rechtsstaat herstellen. We leven momenteel namelijk feitelijk niet in een rechtsstaat, maar in een staat van onrecht. Ongekend onrecht. Alle fundamentele beginselen van een rechtsstaat worden met voeten getreden. Onze grondrechten, het legaliteitsbeginsel, de machtenscheiding en de onafhankelijke rechtspraak, ze zijn stuk voor stuk helemaal niets meer waard. We hebben te maken met een overheid die niet de belangen van het volk, maar de belangen van de elite dient. Een elite die er alle blijk van geeft zoveel mogelijk macht en controle naar zich toe te willen trekken. Onze overheid heeft zich hiermee tegen de eigen bevolking gekeerd. De regering heeft zich openlijk achter de internationale agenda 2030 geschaard. En de uitrol daarvan gaat logischerwijs en ook aantoonbaar ten koste van onze vrijheden en onze rechten. De ene na de andere crisis wordt misbruikt of zelfs gecreëerd om de bevolking bang en dus manipuleerbaar te maken. Bange mensen die geloven dat we daadwerkelijk worden bedreigd door een zogenaamd heel groot gevaar, waar alleen de overheid ons tegen kan beschermen. Of dat nu CO2, stikstof, corona of Rusland is. Die bange mensen zijn graag bereid om vrijheden en rechten in te leveren voor bescherming tegen dat gevaar. Het is niet toevallig dat door al die crisissen ook onze meest primaire levensbehoeften, zoals betaalbaar voedsel, betaalbare energie en betaalbare woonruimte, zelfs in het ooit zo rijke Nederland, niet meer vanzelfsprekend zijn. Het zou de schuld zijn van alles en iedereen behalve van de overheid zelf. Want de overheid zou echt het allerbeste met ons voor hebben en ons alleen maar willen beschermen tegen al die grote bedreigingen die op ons af zouden komen. Maar om ons goed te kunnen beschermen en ervoor te zorgen dat we allemaal veilig blijven, zou de overheid natuurlijk nog meer controlebevoegdheden nodig hebben. Want als de overheid nog meer controle krijgt over onze voedselvoorziening en over wie toegang krijgt tot welke energie en welke woonruimte, nou, dan zou het allemaal goed moeten komen. We worden dus voor onze meest primaire levensbehoeften afhankelijk gemaakt van de overheid. En als de bevolking afhankelijk is van de overheid in plaats van andersom, dan werkt de overheid niet meer voor de bevolking, maar wordt de bevolking tot slaaf gemaakt van de overheid. Alles waar Forum voor Democratie al jaren voor waarschuwt, wordt nu in hoog tempo werkelijkheid. Onze boeren worden beroofd van hun grond. Eeuwenoude boerenbedrijven worden kapotgemaakt en boerenfamilies worden te gronde gericht. Het zou noodzakelijk zijn om de natuur te redden, maar het leidt er feitelijk toe dat onze voedselvoorziening ernstig in gevaar komt en dat de overheid de beschikking krijgt over het gebruik van de schaarse grond die van de boeren wordt afgepakt. Er wordt openlijk gesproken over de introductie van een persoonlijk CO2-budget, waarmee wordt bijgehouden hoeveel CO2 we precies uitstoten. Kortom, welke activiteiten we precies ondernemen, hoe we ons verplaatsen, wat we eten. Het zou zogenaamd noodzakelijk zijn om de temperatuur op aarde te reguleren, maar het leidt er ondertussen ook toe dat alle aspecten van het leven, want alles wat we doen stoot CO2 uit, centraal kunnen worden gereguleerd. Ondertussen reist koningin Maxima, die door niemand is gekozen, met haar privéjet de hele wereld over om te pleiten voor de introductie van digitaal geld, uitgegeven door een centrale bank. Het zou handig zijn.
maar leidt ertoe dat centraal kan worden bepaald wie, wanneer, waaraan, hoeveel geld mag uitgeven. Wederom dus een instrument van totale controle. Wie niet het juiste gedrag vertoont, kan met één druk op de knop worden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. En dit is niet allemaal ondenkbeeldig, want ook die digitale infrastructuur die werd opgetuigd omdat dat zogenaamd noodzakelijk zou zijn om de verspreiding van een levensgevaarlijk virus te beperken. Die digitale infrastructuur die is nog steeds niet vernietigd en gebruiksklaar om op elk moment weer te worden geactiveerd. We zien dus om ons heen de vlotte, angstaanjagende optuiging van een totalitaire controlestaat. En iedereen die daar vragen bij stelt, die moet worden kaltgesteld. Wie twijfelt aan de goede bedoelingen van de overheid wordt weggezet als complotdenker en daarmee als staatsgevaarlijk. In het laatste dreigingsbeeld terrorisme heeft de minister van Justitie zelfs door de NCTV laten opschrijven dat het geloof in complottheorieën zou kunnen leiden tot terroristisch handelen. Maar wat zijn dan complottheorieën? Als voorbeeld noemt de NCTV misleidende verhalen over het World Economic Forum. Maar het wordt wel heel zorgwekkend als de NCTV en indirect dus de minister van Justitie, want laten we niet vergeten, de NCTV is niet onafhankelijk, maar staat direct onder de leiding van de minister van Justitie, als die kan bepalen wat wel of niet misleidend is en via die weg bepaalde ideeën als staatsgevaarlijke complottheorie kan bestempelen en de mensen die erin geloven als terroristen. Eerder kreeg een journalist van het platform Blackbox de politie aan de deur omdat hij een complotdenker zou hebben geïnterviewd. En toen hij vroeg wat een complotdenker is, en hij heeft het gesprek opgenomen, toen zei de politie, en ik citeer, iemand die volledig tegenovergesteld doet en denkt als wat de overheid verwacht. Dus wie anders denkt dan de overheid van ons verwacht, kan er kennelijk al op rekenen dat hij als een terrorist wordt beschouwd en ook zo wordt behandeld. En begin deze maand zagen we waar dit toe kan leiden. Een Britse historicus die was uitgenodigd om een toespraak te houden bij een vredesdemonstratie in Amsterdam, werd door de staatssecretaris van Justitie de toegang tot Nederland geweigerd. Iemand die nooit ook maar een strafbaar feit heeft gepleegd, die wordt wegens een onwelgevallige mening, die door de overheid wordt aangemerkt als complottheorie, beschouwd als een terrorist en mag hierdoor zijn recht op vrijheid van meningsuiting niet uitoefenen. En ondertussen wordt door de minister van Justitie alles op alles gezet om mensen die zich daadwerkelijk bij een terroristische organisatie hebben aangesloten, de aanhangers van IS die naar Syrië waren gereisd, om die door middel van een speciale operatie op te halen uit Syrië en terug naar Nederland te halen. Voorzitter, alles wat ik benoemd heb wijst op een staat die zich gekeerd heeft tegen de Nederlandse bevolking, tegen onze vrijheden, tegen onze grondrechten, kortom, tegen de rechtsstaat zelf. Vraag van mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, want de heer Van Meijeren zegt er is iemand tegengehouden, want die had een onwelgevallige mening. Maar dat is toch iemand die de Holocaust ontkent? Dus die zegt, ja, de Tweede Wereldoorlog met alle slachtoffers die er zijn gevallen, alle Joden die vermoord zijn, dat is niet gebeurd. Hoe kwalificeert de heer Van Meijeren dat? Wat is dat? Is dat een onwelgevallige mening? Voorzitter, met deze mening ben ik niet bekend en ik zou graag van mevrouw Kuik nog voor het einde van dit debat willen horen waar en wanneer David Icke dit heeft gezegd. Want naar mijn mening is het niet waar en ik heb wel beelden gezien van de heer Icke die aangeeft dat de Holocaust wel degelijk heeft plaatsgevonden. En dat zijn hele recente beelden. Dus het lijkt erop dat mevrouw Kuik
met ogen open in de valkuil van desinformatie en fake news is getrapt en klakkeloos overneemt wat er maar wordt gezegd en geschreven over deze man. Dus nogmaals, geef maar aan waar en wanneer heeft hij dat gezegd. En als mevrouw Kuik dat kan aantonen, dan ga ik daar heel graag op in. Ja, voorzitter, want dan hoop ik dat we het met elkaar eens zijn dat als iemand de Holocaust ontkent, dat dat een complot is. Even fijn als we dat dan constateren, dat we dat met elkaar eens zijn. Voorzitter, eerst constateer ik dat mevrouw Kuik zojuist iemand beschuldigd heeft van Holocaustontkenning, maar niet eens in staat is om aan te geven waar en wanneer die dat dan gedaan heeft. Vervolgens komt ze met de aanname dat iemand die de Holocaust ontkent dus een complotdenker is. Ik zou zo iemand vooral willen bestempelen als een totale idioot met een gebrek aan basale kennis uit de geschiedenis. En tegelijkertijd nog niet een reden om iemand te weigeren om het land in te komen. Want naar mijn mening mogen ook idioten hun mening uiten. En ik geloof in de free marketplace of ideas en hele slechte en idiote, ridicule ideeën die vinden weinig aftrek bij de bevolking en die verdwijnen vanzelf naar de achtergrond. Voorzitter, ik benoemde zojuist dat de staat zich heeft gekeerd tegen de rechtsstaat zelf. En ironisch genoeg gebeurt dit vaak zogenaamd juist om de rechtsstaat te beschermen. De invoering van een digitale identiteit zou nodig zijn om onze privacy te beschermen. Het verbieden van onwelgevallige meningen die door de minister van Waarheid zijn aangemerkt als desinformatie zou nodig zijn om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. En het met grof geweld neerslaan van vreedzame demonstraties door de oproerpolitie zou nodig zijn om onze gezondheid te beschermen. De heer Elian. Ja. Dank, voorzitter. Ik lang getwijfeld of ik deze interruptie zou plaatsen. Omdat het betoog van de heer Van Meijeren mij in die zin teleurstelt. Meneer Van Meijeren is een vakman. En er ligt een begrotingsbehandeling hiervoor met 3 bewindspersonen. En daar kan hij alles van vinden. Ik kan voorstellen doen. Ik zal ze altijd op de inhoud beoordelen. Maar weet u, oproerpolitie. Weet u, ik heb 2 familieleden die daar te maken mee hebben gehad. Die kunnen het niet navertellen. Ik weet niet eens waar ze zijn. Dat is gebeurd in een land hier ver vandaan. De heer Van Meijeren praat over de staat keert zich tegen haar burgers. Maar u mag het oneens zijn met het beleid. En daar ben ik ook. Sterker nog, ik vind sommige beleid niet al te best. Maar waarom heeft u niet een opvatting over dat beleid en probeert u dat te veranderen in plaats van elke keer te zeggen deze overheid keert zich tegen haar burgers? Het is toch volstrekt onnodig om op die manier het debat te voeren? Ja, voorzitter, de heer Elian verwijst naar de oproerpolitie in landen hier ver vandaan. En tot voor kort kende ik de beelden die ik de afgelopen jaren in Nederland heb gezien ook slechts uit dat soort schurkenstaten. Maar de afgelopen jaren heb ik in Nederland met eigen ogen gezien hoe vreedzame demonstranten werden afgeranseld door ME'ers, werden neergeknuppeld, waar met bluskanonnen op werd geschoten, die politiehonden op zich afgestuurd kregen. We hebben gezien dat de politie met scherp gericht geschoten heeft op een vreedzame demonstrant die geen enkele bedreiging vormde. Voorzitter, het politieapparaat, en dan heb ik het natuurlijk niet over heel veel politiemannen en vrouwen die met heel veel toewijding en passie en met de beste bedoelingen hun werk doen, maar het politieapparaat als zodanig functioneert niet. Daar zit een rot in. En waarom richt ik me niet alleen maar op het beleid en moet ik de overheid als zodanig aanvallen? Omdat ik zie dat het beleid voortkomt uit een systeem dat corrupt is. Dus we zijn er niet als ik hier praatjes gehouden over hoe het beleid anders zou moeten. Fundamentele beleidswijzigingen die kunnen pas plaatsvinden als het systeem dat hier ten onrechte constant wordt aangeduid als democratische rechtsstaat, als dat systeem omvergeworpen wordt en plaats kan maken voor een nieuw systeem door mensen die wel de beste bedoelingen hebben en die de democratische rechtsstaat in ere kunnen herstellen.
Maar voorzitter, fundamentele beleidswijzigingen kunnen wel. Ik ga mezelf niet op de borst kloppen, maar men had tot voor kort nooit voor mogelijk gehouden dat de EBI nog strenger zou worden. Dat is toch gelukt. Dus beleidswijzigingen kunnen wel degelijk. En als wat de overheid, in dit geval de regering, het kabinet, doet wat ons niet bevalt, hebben we daar allerlei middelen voor. Maar het gaat mij, voorzitter, om die term oproeppolitie. De democratische rechtsstaat functioneert volgens mij wel. Want voor zover ik weet, in al die gevallen is er grondig onderzoek ingesteld en worden ook personen ter verantwoording geroepen. Maar diegene die in Iran iemand vanuit een raam met scherp neerschiet, wat elke dag gebeurt, terwijl die mensen maar één ding vragen: mag ik alsjeblieft gewoon vrij zijn en zelf keuzes maken? Dan heb je het over tirannie. Maar hier staan gewoon bewindspersonen die wij kunnen aanspreken. Die politiemensen zijn ook aanspreekbaar. Dus je kunt toch, voorzitter, niet volhouden dat hier de democratische rechtsstaat niet functioneert. Moet die verbeterd en versterkt worden? Zeker, ik ben de eerste die daarvoor voorop zal staan. Maar je kunt toch niet zeggen dat het niet functioneert en dat dan de overheid zich tegen haar eigen inwoners heeft gekeerd? Dat is niet aan de orde. Nou ja, voorzitter, voor wat betreft de opmerking dat er zo nu en dan ook een agent wordt vervolgd en veroordeeld. We zien ook in Iran dat er af en toe een Hezbollah-strijder ter dood wordt veroordeeld, waardoor Iran kan zeggen: kijk eens, wij treden op tegen Hezbollah. Nadat ik de minister van Justitie, en dan heb ik het over de voorganger van de huidige minister van Justitie, geconfronteerd heb met de brutaliteit van het politiegeweld dat we de afgelopen jaren hebben gezien, heeft de voormalig minister van Justitie constant herhaald dat de politie zo adequaat en professioneel gehandeld had. En pas toen men er simpelweg niet meer omheen kon dat er wel degelijk gruwelijk geweld was gebruikt tegen vreedzame demonstranten, is er een keer een onderzoek ingesteld naar twee agenten. Ja. Als ik het even heb over dat voorbeeld van die politieman die met scherp geschoten heeft op een vreedzame demonstrant, gericht geschoten heeft. Het scheelde 10 centimeter of deze 16-jarige boer die zou om het leven gekomen zijn. Toen heeft de politie getwitterd dat er geschoten was op een trekker die op de politie inreed. Dat heeft de politie getwitterd. En pas toen later uit beelden die toevallig waren opgenomen, omdat veel mensen tegenwoordig een camera op zak hebben, bleek dat dit een grote leugen was, toen is er tegen die politieagent opgetreden. Maar dat systeem als zodanig, daar is niks tegen gedaan. En het zou mij niets verbazen als dat wanneer die beelden niet naar buiten waren gekomen, dat die 16-jarige boer nu vast zou zitten voor een poging tot doodslag. Ja. De heer Efraim. Na de avondmaal ben ik misschien niet meer zo scherp. Want we even terug naar het begin van het betoog van de heer Van Meijeren. Hij zei dat er allerlei maatregelen waren genomen ten behoeve van de elite. Wie zijn dat nou? Zijn dat bewindspersonen? Ben ik het? Kan ik de prijs van mijn sigaartjes beïnvloeden? Wat is de elite en wie maakt daar de dienst uit? Ik zou toch graag. Ik heb nog een vraag voor de heer Van Meijeren. En ik heb echt gekeken in alle commissies die we hebben en ministersposten. Maar een minister van waarheid heb ik niet kunnen vinden. Wie bedoelt hij daar in godsnaam mee? Nou, twee vragen. Ik zal ze één voor één even beantwoorden. Maar kort. Kort, doch krachtig en volledig. Wie is die elite? Nou ja, ik beschrijf onder de elite de machthebbers. Veel mensen denken dat die in vak K zitten. Ik denk dat dat slechts ten dele juist is, omdat onze nationale regering zich steeds meer heeft gecommitteerd aan internationale agenda's. Die worden opgesteld en uitgerold door personen die wij niet kennen, waar we niet op gestemd hebben. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen, en gek is dat ook niet, dat er ook achter de schermen machten actief zijn die op alle mogelijke manieren hun invloed proberen uit te oefenen op dat beleid. Dank u wel. Nou ja, eventjes nog. Nou ja, ik hoop dat mijn vraag voor nu dan volledig is beantwoord. We kunnen hier later over doorspreken. Nee, daar laat ik de heer Van Meijeren nog niet helemaal mee weggaan. Want dat hoeft ook niet. Machten die achter de schermen invloed uitoefenen. Dat klinkt toch wel heel. Wacht even. Kan de heer Van Meijeren dat misschien nader verklaren, voorzitter? Welke machten zijn dat in godsnaam? Nou, ik heb vorige vergadering over het hoofdlijnenbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier heel veel opmerkingen en vragen over gesteld. Toen ging het specifiek over de Bilderberg-conferentie. Een geheime conferentie die
jaarlijks plaatsvindt, waar de machtigste personen ter wereld, afkomstig uit de politiek, het bedrijfsleven, de technologiewereld, het bankenwezen, het militair-industrieel complex, achter gesloten deuren, buiten het zicht van de pers, met elkaar vergaderen, waar geen mededelingen over worden gedaan over wat daar precies wordt besproken, waar vanuit onze regering de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en zelfs de koning bij aanwezig waren. Dat roept de vraag op: als de koning een louter ceremoniële rol heeft, waarom moet hij dan aanwezig zijn bij een geheime conferentie? Ik kan je nog uren over doorspreken. Dat vreesde ik al. De heer Efraim nog even. Ja, want kijk, een hoop mensen worden door het WF uitgenodigd kwalitate qua vanwege hun functie. Maar als die functie wijzigt, worden ze ook niet meer uitgenodigd. Sterker nog, monsieur Sarkozy was ooit een welgeziene gast bij het WEF, volgens mij, als president van Frankrijk. En volgens mij is hij nu in het staatslogement in Parijs, wat jaartjes uit te zitten. Dus die is niet meer bij. En welke machten, ja, ik begrijp het nog steeds niet, maar daar komen we waarschijnlijk ook niet uit. Ik wil het wel weten eigenlijk. Wie staat er achter mijn rug mij eigenlijk als een soort marionet te bedienen? Maar goed, ik denk dat we het daar even bij moeten laten, voorzitter. Maar ik heb nog wel die tweede vraag staan. Wie is de minister van Waarheid? Nou ja, voorzitter, de minister van Waarheid, dat is een term die ik aanduid voor de minister die zich zogenaamd bezighoudt met het bestrijden van desinformatie. Eerst verantwoordelijk daarvoor is onze huidige minister van Binnenlandse Zaken, maar zij heeft een taskforce desinformatie opgesteld waar ook andere departementen bij aangesloten zijn. En ik refereer naar de klassieker van George Orwell, 1984, waarin door de overheid bepaald wordt wat waar is en wat niet waar is. En als ik zie dat wij nu te maken hebben met een overheid die zogenaamd desinformatie wil bestrijden, zogenaamd om de bevolking te beschermen tegen onjuiste berichten, want dat is wat gezegd is, dan kan ik alleen maar zeggen dat we een aardig eindje terug moeten gaan in de geschiedenis om te zien wanneer dat ook voorgekomen is. En die argumentatie is exact dezelfde argumentatie als die de nazi's gebruikten toen wij ons radiozenders werden verboden. Dit wordt geen gezellig debat. En ik vind de vergelijkingen ook... het wordt ze nu. Goed, ik heb Orwell ook gelezen. Niet alleen 1984, maar ook Animal Farm. En de minister van Waarheid verdraaide gewoon de zaken. Dat eerst was Eurasia en met Amerika in oorlog. Het was helemaal anders. Die verzon het nieuws en de geschiedenis waar je bij stond. En ik heb heus mijn bezwaren tegen dit kabinet en tegen de manier waarop ze opereren. Dat weet de heer Van Meijeren ook. Maar ik heb niet het gevoel dat ze bewust de geschiedenis zitten te verdraaien, zoals Winston op zijn afdeling zat te knippen en te plakken. Laten we eerlijk zijn, we moeten wel een beetje de vergelijkingen naar mijn smaak reëel houden. En ik vind de minister van Waarheid, misschien moet meneer Van Meijeren toch nog een keer Orwell lezen. Het is buitengewoon boeiend. Hij moet ook lezen 1985 van Anthony Burgess. Eigenlijk een soort vervolg op 1984, maar door een andere schrijver. En misschien dat dan nog wel meevalt. En dan wil ik graag weer een debat met hem voeren. Graag. Wat is nou, voorzitter? Heel kort, want het is geen vraag. Toen onlangs Erdogan uit Turkije besloot om desinformatie te gaan bestrijden, toen werden er ook in Nederland, zowel in de journalistiek als in de politiek, heel veel vragen gesteld en reageerde men zorgwekkend. Men zei, maar wie bepaalt dan precies wat desinformatie is? En wie zegt dat dit niet gebruikt wordt om onwelgevallige meningen de mond te snoeren? Nou, dat zijn hele terechte vragen die ook in Nederland gesteld moeten worden. En als de heer Efraim die vragen niet stelt omdat hij in zijn naïviteit uitgaat van de beste bedoelingen van onze overheid en die zou dat nooit doen, dan is hem dat goed recht. Ik stel die vragen wel en ik hoop dat de ogen van de heer Efraim van de groep van Haga op een dag ook geopend zullen worden. Voorzitter, mijn ogen zijn al wat langer open die van de heer Van Meijeren. Dat is het voordeel van wat ouder zijn en grijze haren hebben. En ik denk niet, wat je ook vindt van Mark Rutte, onze premier, dat ik hem op één lijn zou willen stellen met Erdogan. Ik denk dat de heer Van Meijeren dat ook niet moet doen. En die naïviteit, nou ja, die laat ik gaarne voor rekening van de heer Van Meijeren. Maar ik denk dat je erg moet oppassen door dingen niet te vergroten en dingen die totaal niet vergelijkbaar zijn, eventjes op één lijn te stellen. Maar ik denk dat ik het hier maar eventjes bij laat, voorzitter. Ja, dat is een opmerking van een oude wijze collega. Dat is een opmerking van een collega die waarschijnlijk al jarenlang iedere dag naar het NOS-journaal kijkt. En tegelijkertijd
blijf ik bij mijn standpunt dat we wel degelijk vergelijkingen mogen maken. Een vergelijking is iets anders dan een gelijkstelling. Ik stel Rutte niet op één lijn met Erdogan, maar ik zie in sommige opzichten gelijkenissen en in sommige opzichten verschillen. En dat is het voordeel van vergelijken. Je kunt uiteindelijk tot een conclusie komen dat een vergelijking deels wel opgaat en deels niet. Ja. Mevrouw Bikker. Voorzitter, eenvoudige vraag. Heeft de heer Van Meijeren trouw gezworen aan de grondwet? Uiteraard. Ik zou willen dat de grondwet fijn, ook gerespecteerd zou worden. Fijn om dat te horen, voorzitter. Wat bedoelt de heer Van Meijeren dan met het omverwerpen van het systeem? Voorzitter, daarmee bedoel ik dat we gebruik moeten maken van al onze democratische middelen die ons ter beschikking staan om de huidige regering vreedzaam, geweldloos en liefdevol ten val te brengen. Voorzitter, wat de heer Van Meijeren hier vandaag doet is alles ondermijnen aan wat er democratisch gekozen is door een meerderheid van het volk. Hij presenteert zichzelf als de messias van het hele land die hij omver zal werpen en dan een soort waarheid zal openbaren, terwijl hier in dit parlement 150 gekozen volksvertegenwoordigers zitten. Daarvan bent u er één. En daarom mag u absoluut tegen horen brengen wat uw kiezers belangrijk vinden. Maar hier zitten 150 mensen namens Nederland. En met elkaar proberen wij tot een goed bestuur van dit land te komen. Zijn we het dan altijd eens? Nee. Is dat mogelijk? Nee, dat zou juist leiden tot de situaties waar de heer Van Meijeren zo bang voor is. Maar onze grondwet garandeert dat al die Nederlanders instemming hebben in hoe dit land georganiseerd is. En daarom hebben we hier 150 Kamerleden. En daarom kan de heer Van Meijeren niet doen alsof het systeem omvergeworpen moet worden, totdat alleen Forum, met de zetels die ze hebben, alleen die de waarheid zouden brengen. Dus voorzitter, in die zin een punt van orde. Als de heer Van Meijeren serieus neemt dat hij trouw heeft gezworen aan de grondwet, dan heeft hij ook trouw te zijn aan die 150 verschillende stemmen die hier klinken. Nou ja, voorzitter, dat is een misvatting. Jawel, ik heb ook trouw gezweren aan de koning. Dat betekent niet dat hier niet gepleit mag worden voor afschaffing van het koningshuis. Ik hoop dat mevrouw Bikker dat met mij eens is. Ik heb trouw gezworen aan de grondwet en het is mijn goed recht om ervoor te pleiten. En dat is wat ik doe, om de huidige regering ten val te brengen, om juist die democratische rechtsstaat weer in ere te herstellen. Het is namelijk op dit moment de regering die de grondwet met voeten treedt. Ja, de heer Assarkan. Oh, mevrouw Bikker nog even. Ja, voorzitter, soms onderstreept een antwoord gewoon het complot waarin iemand zelf gelooft. Wederom een makkelijke afdoening. Oh, het is een complottheorie en daarom zou er niet meer inhoudelijk gereageerd hoeven worden op wat ik zeg. Ik daag ook mevrouw Bikker uit, kom eens met een fatsoenlijke definitie van wat is dan een complottheorie. Dat blijft altijd achterwege. Het zijn van die strijdtermen om maar het debat dood te slaan en inhoudelijk draagt het in ieder geval niets bij. De heer Assarkan. Ja, voorzitter, hoe weet ik of de mensen thuis nou, of de heer Van Meijeren niet onderdeel is van die elite die alles achter de schermen regelt en hier gewoon een bepaalde rol opvoert en in de tussentijd bijna 2 ton per jaar eraan verdient. Een soort kritische rol vervult, af en toe een debatje doet. Hoe weet ik nou dat hij niet onderdeel is van die elite die de boel belazert, zoals hij zegt, en een andere ideologie nastreeft in een soort wereldheerschappij? Nou ja, ik zou nooit zeggen dat de heer Assarkan mij moet vertrouwen. Dat hoeft hij niet. Zijn taak is om de regering te controleren. En als hij twijfels heeft aan mijn bedoelingen en daar aanwijzingen voor heeft, dan zou ik zeggen, gooi die op tafel, dan gaan we daar een debat over voeren. Nee, ik stel gewoon de vraag dat de heer Van Meijeren, die stelt een soort een soort elite die niemand ziet, mensen die macht hebben, die bepaalde ideeën doen, die onze regering sturen. Want deels zitten hier pionnen, zegt hij een beetje. Ik zeg alleen, als ik nou naar het systeem kijk en ik zou daarin meegaan, wat maakt nou dat de heer Van Meijeren, die gewoon hierin meedraait, gewoon actief en nogmaals daar prima aan verdient, bijna 2 ton per jaar in dit systeem meepakt, goed leven van heeft, goed gekleed bijloopt, af en toe eens een debat houdt, voor de rest zich ook hier in het restaurant graag laat zien. Wat kan hij mij nou overtuigen waarom hij zelf niet meedoet in dat systeem en onderdeel is van die elite die dat allemaal maar regelt? Nou ja, als de heer Assarkan mij vraagt of ik hem ervan kan overtuigen, zoals het nu lijkt is de heer Assarkan niet te overtuigen als ik
aangeven dat hij mij niet hoeft te vertrouwen. Maar ik kan wel zeggen, ja, ik ben integer. Als de heer Azarkan aanwijzingen heeft dat dat niet zo is. Want ik kom natuurlijk met concrete aanwijzingen, waaronder ook keiharde feiten. En nou ja, die kunnen we ter discussie stellen. Daar kunnen we met elkaar een debat over voeren. Maar ja, als de heer Azarkan vraagt hoe kan ik u geloven, ja, dat hoeft hij helemaal niet te doen. Het maakt me helemaal niet uit wat de heer Azarkan van mij vindt of denkt. Ja, we gaan naar de heer Knops. Voorzitter, ik moet bekennen dat het aanhoren van de heer Van Meijer een aardige beproeving is. Maar het feit dat hij hier al een half uur de meest bizarre teksten over ons debiteert, is eigenlijk het beste bewijs dat de rechtsstaat werkt. Voor iedereen is hier iets te zeggen, zelfs als het totale onzin is, dan mag u dit nog hier allemaal beweren. Wij lopen niet weg, we blijven zitten, we luisteren naar u, we gaan met u in debat. En op hetzelfde moment, voorzitter, dat we dit doen, zegt de heer Van Meijeren, dit is niet mijn rechtsstaat. Kan de heer Van Meijeren eens aangeven hoe zijn ideale rechtsstaat er dan uitziet? Ja, ik zal eerst even op het eerste deel reageren. Het is feitelijk onjuist dat ik hier vrijuit kan spreken. We hebben een paar weken geleden gezien dat mijn partijleider, de heer Baudet, hier in deze zaal het woord werd ontnomen. En het argument dat de voorzitter daarvoor aandroeg, dat was dat hij een gevaarlijke complottheorie zou verspreiden. Ja, maar dit is een Sorry, voorzitter. Nee, dit voorzitter, is echt een... volgens mij ben ik nog gewoon even... Nee, maar u bent nu ik wil even de heer een manoeuvre aan het maken. U krijgt hier gewoon het woord. U mag hier gewoon alles zeggen wat u dat wil. Is daar, daar vraag ik u op. En nu gaat u een of andere verhaal van een paar weken geleden bijhalen. Ik vraag het aan de heer Van Meijeren, voorzitter. Ja, het is feitelijk onjuist dat ik hier vrijuit kan spreken. Er zijn vele voorbeelden dat ook mij hier het woord is ontnomen. Omdat een voorzitter zich zou kunnen voorstellen dat er thuis mensen zijn die mijn mening als kwetsend zouden kunnen ervaren. Dus laten we nou niet doen alsof hier het vrije woord zo beschermd is. Toen wij waarschuwden voor de grote risico's van de vaccins, toen zijn wij geband van YouTube. Heel veel... De vrijheid van meningsuiting die staat enorm onder druk. Wij kunnen heel veel niet meer zeggen. De door de staat gefinancierde NPO die verspreidt desinformatie over ons aan de lopende band. Die praten vooral heel veel over ons, maar nooit met ons. Dus laten we nou niet doen alsof die vrijheid van meningsuiting zo geborgd is. Want daar heb ik al eerder debatten over gevoerd en daar kan ik ook nog heel veel meer over vertellen. Ja. Maar de vrijheid van meningsuiting... Ja. Die is ook al helaas niets meer waard. De Knops. Ja, voorzitter, dit is een hele bijzondere debattechniek. We staan hier al een half uur te luisteren naar de meest onzinnige teksten. Dat mag, want dat kan in de rechtsstaat. Je mag hier alles zeggen. We kunnen daarover in debat. Nou vraag ik de heer Van Meijeren wat hij daar nou van vindt. Dat hij hier wel de gelegenheid krijgt. En dan gaat hij zeggen dat hem het woord ontnomen is. Dat hij hier niet mag zeggen wat hij vindt. Hij mag wel zeggen wat hij vindt. Dat mag hij hier. Ik daag hem uit om dat te doen. En dan komt er een of ander ontwijkend antwoord. Dus ik zou graag gewoon... Maak dan ook gebruik van het feit dat u hier staat. Ik bedoel, u bent al de hele avond zitten we daar in die bak. En u staat nu op het spreekgestoelte. U krijgt nu de kans om iets te zeggen. En dat doet hij het niet. Dus toch nog een keer. Wat vindt u hier nu van dat u hier op deze plek, zelfs u, de kans krijgt om te zeggen wat u vindt? Nou ja, voorzitter. Ik heb zojuist aangegeven, feitelijk, met voorbeelden, dat hier niet vrij uitgesproken kan worden. En dat mij nu vandaag nog niet het woord ontnomen is, dat is natuurlijk geen reden om te zeggen, dus u kunt hier alles vrijuit zeggen. Er gaan op dit moment zelfs stemmen op om politieke partijen, waarbij vaak expliciet Forum voor Democratie genoemd wordt, te verbieden. Dus voordat u het hier heeft over hoe fantastisch onze democratie wel niet functioneert, oppositiepartijen worden verboden in dictaturen. Ja. En dat wij die richting opgaan, dat daar überhaupt over gesproken wordt, dat zou u zorgen moeten maken. En ik zou willen dat u daar vragen over stelt. Volgens mij was ik degene, voorzitter, volgens mij was ik degene die nu de vraag stelt. U had mij ook kunnen interroperen, heeft u laatst niet gedaan. Ik zou toch een andere vraag willen stellen, want dit is een vruchteloze poging bijna, omdat ik geen enkel antwoord krijg, nog maar een begin van antwoord op mijn vraag. De heer Van Meijeren doet het voorkomen alsof onze rechtsstaat hem beperkt in wat hij zegt. Kijk, dat hij niet perfect is, daar ben ik het met hem eens. Daar kunnen we altijd naar streven. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat op hetzelfde moment dat u zoveel kritiek heeft op de Nederlandse rechtsstaat, dat de partijleider van de heer Van Meijeren, een andere, zouden we zeggen, machthebber, elite, Rusland, Poetin, bewierookt, grote held noemt, terwijl u hier in dit huis, dit Nederlands parlement, waar al deze mensen zitten, die zijn allemaal gekozen door de burgers van Nederland, dat u zo tekeer gaat tegen deze mensen. Dus kan de heer Van Meijeren nu eens uitleggen wat nu zo mooi is aan die rechtsstaat van Rusland en wat ze allemaal doen en wat er zo slecht is aan de Nederlandse rechtsstaat?
en hoe hij dat kan uitleggen. Nou ja, voorzitter, er worden weer allerlei aannames gedaan. Ten eerste, ik heb niets over de mensen hier gezegd. Ik heb me gekeerd tegen het systeem. Het systeem functioneert op dit moment niet. Vervolgens wordt gezegd, ja, u kunt hier praten, u kunt hier vrijuit spreken. Dus hoe kunt u dan zeggen dat we niet in een rechtsstaat leven? Ik heb ervoor gewaarschuwd dat de afgelopen jaren onze grondrechten en onze vrijheden steeds verder onder druk komen te staan en dat de elite steeds meer macht en controle naar zich toetrekt. Ik heb niet gezegd dat we nu in een totalitaire staat of in een dictatuur leven. Ik denk dat we nu in een postdemocratisch tijdperk leven en dat we ervoor moeten waken dat we de richting opgaan van een totalitaire controlestaat. En daar zal ik me in ieder geval met hand en tand tegen blijven verzetten. Ja, voorzitter, dan ben ik echt, laat ik zeggen, redelijk de draad kwijt. Als er zoveel kritiek is op het Nederlandse systeem en woorden gebruikt worden als totalitaire staat. We mogen niet zeggen wat we vinden en tegelijkertijd wel het Rusland onder leiding van Poetin bewieroken. Echt de wereld op z'n kop. Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, ik vind het heel verdrietig dat onze agenten zo worden weggezet en dat alsof ze met genoegen geweld gebruiken. Waar geweld wordt gebruikt, dat is het laatste wat ze doen, is ultimum remedium. En als dat wordt gebruikt, dan wordt dat voorgelegd via een bepaalde ambtsinstructie en uiteindelijk aan de Rijksrecherche als het zwaar lichamelijk letsel heeft opgeleverd of zelfs de dood tot gevolg heeft gehad. En ik heb hem even goed nagekeken, want ik wil de heer Van Meijeren natuurlijk geen onrecht aandoen door hem verkeerd te citeren. Dus ik pak het citaat erbij. Gezegd is bij het Boerenforum, wat van belang is, is om te realiseren dat het ook niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld. Einde citaat. En de bedoeling was om de discussie aan te zwengelen over het Second Amendment zoals ze dat in de Verenigde Staten hebben. En daarmee is bedoeld dat burgers zichzelf kunnen bewapenen om zich eigenlijk tegen de overheid, want het was bedoeld tegen de politie, te kunnen verzetten. Kan hij dat hier eens vandaag eens toelichten? Ja, voorzitter, eerst wil ik graag een misverstand uit de wereld helpen. Mevrouw Helder die suggereert dat ik hier al die agenten zou hebben geschoffeerd. Ik heb juist expliciet genoemd dat ik me niet richt tegen de politiemannen en vrouwen die met de beste bedoelingen en met passie en toewijding hun taak uitoefenen. En dat nu natuurlijk wordt er een ambtsinstructie gegeven en daarom vind ik het ook heel belangrijk om te weten wat de rol is van de minister van Justitie. We hebben ook gezien dat er uit appjes dat die uitgelekt zijn, dat de minister van Justitie zich direct bemoeid heeft met de wijze waarop de politie zich in bepaalde gemeentes opstelde. Ik richt me tegen het systeem. Ja. En dat citaatje dat mevrouw Helder nu uit een bepaalde speech van anderhalf uur trekt, dat is afkomstig uit een toespraak over onder andere de wijze waarop het verzet zou moeten worden vormgegeven, waarbij ik verschillende vormen van verzet de revue heb laten passeren. Ook aandacht besteed heb aan het recht van verzet. Dat in een uiterst geval, wanneer een overheid zich tyranniek gedraagt, het recht van verzet, dat door tal van filosofen die wij nu nog de hemel in prijzen wordt erkend, dat dat recht ook omvat dat een volk zich uiteindelijk onderaan de streep met geweld zou mogen verzetten. Wat ik heel duidelijk in die speech naar voren heb laten komen en misschien wel 5 of 6 keer herhaald heb, blijf vreedzaam, blijf liefdevol, geweld is niet de oplossing. En mijn conclusie, die ik ook altijd uitdraag, is en was, ons verzet moet vreedzaam, liefdevol, geweldloos zijn, maar daarom niet minder massaal en krachtig. Ja, voorzitter, afrondend. Kijk, mevrouw Bikker verwees al heel mooi naar de grondwet. We hebben ook een taak en ook een uitstraling en een verantwoordelijkheid als Kamerleden om je ook in bepaalde bewoordingen niet dat te laten vergezellen van ik suggereer het alleen maar bij wijze van spreken, langs de randjes van de wet afsnijden. Dus ik begrijp dat allemaal wel, maar daarom heb ik ook expres het citaat goed opgeschreven, want we komen hier niet verder mee en ik wou u eigenlijk die tijd ook helemaal niet gunnen, maar ik wil het wel hier voor onze agenten opnemen en daar blijf ik bij. Punt. De Van Nispen. Heel mooi. Ik heb ook een heleboel dingen gehoord vanavond waar ik het pertinent mee oneens was. Maar inderdaad, het feit dat de heer Van Meijeren dat allemaal kan zeggen toont inderdaad aan dat de vrijheid van meningsuiting ook hier ontzettend ruim is. Echt ontzettend ruim is. Ik heb 2 vragen aan de heer Van Meijeren. De eerste is, wat
probeert hij vanavond te bereiken? Wat zijn zeg maar zijn doelen? Hè? Wanneer is zijn avond geslaagd? Is dat bijvoorbeeld als mensen die dit debat volgen massaal nu gaan twijfelen aan de oprechte bedoelingen van de overheid? Het is een open vraag, dus ik ben daar benieuwd naar. En mijn tweede vraag is wat hij vindt van de begroting Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023. Want dat ligt immers voor vandaag. Ja, voorzitter. Ik zal beide vragen even beantwoorden. Alleen is de eerste vraag, zou u heel even kort willen herhalen? Eén zin, één woord. Wat de bedoelingen zijn van de heer Van Meijeren, wanneer zijn avond geslaagd is? Wat zijn doel is? Mijn bedoelingen zijn... Wacht, het zijn twee hele open, brede vragen. En ik hoop dat u er toch puntig even doorheen kan gaan. Nee, tuurlijk. Maar als de voorzitter toestaat dat hier meerdere vragen en één interruptie gegoten worden, dan wil ik ook graag allemaal zorgvuldig beantwoorden. Ja, zorgvuldig. Mijn belangrijkste bedoelingen van waarom ik hier sta, is om bewustzijn te creëren bij heel veel mensen. En dat lukt gelukkig ook, want steeds meer mensen die zien ook wat er gaande is. Om bewustzijn te creëren over het feit dat we op papier misschien in een democratische rechtsstaat leven, maar dat daar in de praktijk de facto heel veel op aan te merken valt. Dat was vraag 1. Vraag 2, wat vindt u van de begroting? Ja, voorzitter, ik heb de begroting met veel belangstelling bekeken, maar er stond weinig verrassends in. Het is een voortzetting van het beleid dat we al 12 jaar onder Rutte zien en dat eigenlijk al decennia daarvoor is ingezet. Okay. En wat ik zie is dat er heel vaak gesproken wordt over, oh, we moeten onze rechtsstaat beschermen en dat is ook de kerntaak van het ministerie van Justitie. Ik zie dat onze huidige minister van Justitie die taak verwaarloost. En nou ja, dat is waar ik voor wil waarschuwen. Helder. De heer Sneller. Het was mij nou niet helemaal duidelijk of dit nou een tyranniek regime was, volgens de heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, naar mijn oordeel zien we een regering die tyrannieke trekken vertoont. En als we niet uitkijken, kan dat leiden tot een totalitaire controlestaat waarin onze grondrechten niet meer waard zijn, waarin het demonstratierecht steeds verder wordt ingeperkt. Ja. Tyrannieke trekken, maar geen tyranniek regime. Het is een beetje een lastige. Maar andere mensen zijn heel helder over Forum voor Democratie. Die zeggen het is een fascistische partij. Wat vindt de heer Van Meijeren daarvan? Is hij het daarmee eens? Daar ben ik het volstrekt mee oneens. En de term fascisme die wordt tegenwoordig opgeplakt aan alles en iedereen dat zeg maar tegen de overheid keert. Natuurlijk zijn wij niet fascistisch. Wat is fascisme? Je kunt kijken naar het stelsel onder Mussolini. Volgens mij is dat het klassieke fascisme. Nou, nee, wij zijn vanzelfsprekend geen fascisme. Wij keren ons juist tegen overheden en machten die fascistische technieken gebruiken. Ja. Ja, de heer Van Meijeren zegt, ik hou zo van definities. Dan is het voor een partij die toch fascistische trekken heeft wel slecht dat hij zelf niet eens een definitie heeft. Maar de definitie die ik zou willen gebruiken is van Daniel Knecht, gepromoveerd op het Frans fascisme en ook schrijver van het boek Fascisme. Dus die zal er wel wat van weten. Hè? Die definitie luidt, het fascisme is een politieke ideologie waarvan de kern wordt gevormd door nationalisme, check, populisme, check, revolutionaire dynamiek, check, en de mythe van de nationale wedergeboorte. En ook het verlagen van die grenzen van geweld en het ermee flirten of het aanmoedigen daarvan. Herkent de heer Van Meijeren zich in die onderdelen van de definitie? Ja, voorzitter, we gaan nu naar het niveau van een debat van, Hitler wilde snelwegen bouwen en de VVD wil ook snelwegen bouwen. Herkent u dat u voldoet aan dit criterium? Als we kijken naar fascistische staten onder bijvoorbeeld Mussolini, dan zien we dat daar geweld gebruikt wordt als gelegitimeerd middel om ideeën uit te voeren. Wij zijn per definitie voor het gebruik maken van democratische middelen. Wij roepen altijd op voor vreedzaam, geweldloos en liefdevol verzet. En voordat de heer Sneller mij hier allerlei rare beschuldigingen impliciet in de schoenen schuift, dan zou ik heel graag van hem willen horen wanneer wij gepleit zouden hebben voor het gebruik van geweld. Of dat zouden willen rechtvaardigen. Dat is volstrekt ridicuul. In antwoord op de terechte interruptie van collega Helder, zojuist. Als hier een tyranniek regime zit, en dan haalt hij nog allerlei filosofen uit het verleden die dat ook zouden hebben gedaan en zouden hebben verdedigd, dan zegt hij dat het verantwoord is. En hij zegt dat het niet goed is dat er een taboe is op geweld. En hij zegt hier zelf, er zijn tyrannieke trekken.
Wat is dat dan? Dat is toch het verlagen van geweld, drempels en het aanmoedigen ervan als dat inderdaad op die manier komt. En hij gooit hier allerlei beschuldigingen richting vak K, terwijl hij in antwoord zegt, ik heb het niet gehad over mensen hier, maar over het systeem, terwijl het helemaal niet waar is. Hij heeft het over appjes van de minister waar hij helemaal geen bewijs voor heeft. Hij komt hier met allerlei verhalen en hij zegt, ik wil graag definities horen, ik geef hem een definitie. Hij gaat naar de historische vergelijkingen, ik niet. Ik kom met de definitie. En de heer Van Meijeren loopt er van weg. Gewoon antwoord geven op de vraag over die definitie. Niks over Mussolini. Komt helemaal niet voor in die definitie. Nee, ja, goed. We kunnen definities van allerlei mensen aan gaan halen. Het fascisme, dat is een ideologie die door Mussolini is opgetuigd. Laten we daarover eens zijn. Waar later tal van andere betekenissen aangegeven zijn. Die appjes, daar heb ik wel degelijk bewijs van, die zijn hier nota bene rondgedeeld in de Tweede Kamer. Dus blijf alsjeblieft wel even bij de feiten. En tegelijkertijd, ja, dat recht van verzet, ik kan het blijven herhalen, maar ik blijf daar ook volledig achter staan. Dat een bevolking die wordt onderdrukt, in het uiterste geval, waarvan ik keer op keer zeg, laten we dat voorkomen, laten we zorgen dat dat nooit gaat gebeuren. Maar dat een bevolking die wordt onderdrukt, in het uiterste geval ook het recht heeft om geweld te gebruiken. En D66 staat te juichen bij allemaal gewelddadige opstanden in het Midden-Oosten tegen tyrannieke regimes. En daar wordt ook geweld gebruikt. Ja, ik hoop van harte dat dat in Nederland nooit gaat gebeuren. En dat blijf ik herhalen. Ja. Afrondend, want dan gaan we echt weer verder met... Ja, nou dat was in ieder geval niet even ook ter verdediging van de minister die zich niet kan verdedigen. Dat was in ieder geval niet deze minister. Dat klopt, dus, ik heb gezegd de minister van Justitie. Nee, waren appjes van de minister van Justitie, het ambt, niet de persoon. De heer Sneller. Dank u wel. Dat was in ieder geval niet deze minister. En dat was de heer Van Meijeren. Als het hem uitkomt, is die heel precies. Als het hem anders uitkomt, dan gooit hij met verwijten richting iedereen... En is het gewoon deze minister. Maar ik constateer toch, afrondend voorzitter, want ik snap wat u zegt. Ik kom met een precieze definitie. En ik geef ook aan op welke punten de heer Van Meijeren er allemaal aan voldoet. Hij zegt dat hij met definities wil komen en hij loopt ervan weg, keer op keer. En daarmee zeg ik, het is gewoon een fascistische partij. Als er geen enkel weerwoord komt op de inhoudelijke onderdelen van deze definitie. En ik ben blij dat de heer Van Meijeren dat ook gewoon erkent, omdat hij vlucht in allerlei historische vergelijkingen zonder in te gaan op de inhoud. En als hij die argumenten namelijk zou hebben, en zo ken ik de heer Van Meijeren ook, die hier altijd voorbereid komt met dit soort dingetjes, dan zou hij het hier hebben gezegd en hij heeft er geen enkele van ontkracht. Nou ja, voorzitter, er bestaat geen eenduidige definitie van fascisme. De heer Sneller is wat gaan shoppen in wat literatuur van private personen die daar hun eigen definities voor hebben gemaakt. En nou ja, ik blijf het herhalen. Wij zijn een vreedzame, democratische beweging. Dat hebben we eigenlijk. Nou, ik zou nog wel even willen zeggen dat die woorden die de heer Snelle hier gebruikt, die hebben wel gevolgen. Want het zijn de aanhangers van partijen als D66 en GroenLinks die met bivakmutsen en bommen en met gebruik van grof geweld deze teksten bij ons op de deuren schrijven. De poederbrieven vliegen bij ons door de brievenbus. Maar dat is een ernstige beschuldiging, want dat weet u niet. U weet niet wie die poederbrieven hebben bezorgd daar. Van die poederbrieven niet, maar ik heb wel diverse aanwijzingen over de achtergrond van deelnemers aan die zogenaamd antifascistische beweging. Ja, maar u heeft daar geen bewijs van, dus dat gaat ietsje te ver, denk ik. De heer Sneller. Nee, dank voorzitter. Dit gaat niet ietsje te ver volgens mij. Dit gaat veel te ver. Dit is een absurde beschuldiging waar geen enkel bewijs voor is. Dus ik eis dat de heer Van Meijeren dit terugneemt. Geen woord daarvan neem ik terug. Kijk eens even naar hoe vaak wij in onze schoenen gekregen zouden hebben dat toen er een man met een fakkel bij mevrouw Kaag aan de deur was, werd direct dat aan Forum voor Democratie toegeschreven. Terwijl die man niets met ons te maken heeft en zelfs campagne heeft gevoerd voor een andere politieke partij. Oké, tot zover. Nog even heel kort, heer Sneller. Enkele manier heeft er iemand in deze zaal ooit gezegd dat het een lid van Forum van Democratie was. Wat de heer Van Meijeren hier doet is zeggen dat het een GroenLinks en D66er was. En ik eis dat hij dat terugneemt. En als hij dat niet terugneemt, dan staat hij hier gewoon leugens te verkondigen. En dat is een parlementariër onwaardig. Hij doet hier allerlei beschuldigingen zonder een greintje bewijs. Als er definities komen, dan is hij in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Heel kort. Nee, voorzitter, we hebben gezien dat de D66ers meelopen met Antifa. En Antifa is verantwoordelijk voor heel veel aanslagen die gepleegd worden. Antifa is nou een voorbeeld van een fascistische beweging die ook fascistische methodes gebruikt.
Prima. En er is wel degelijk heel vaak gezegd dat onze woorden allerlei geweld zouden veroorzaken. Nou, als ik daar één keertje tegen inbreng, als de heer Sneller bizarre beschuldigingen uit aan het adres van FVD, dat ook die woorden gevolgen hebben, dan staat hij op de achterste benen. Ja, dat is de hypocrisie van een orde die ik nog niet eerder gezien heb. Punt. Dank u wel, voorzitter. U heeft nog 6 minuten spreektijd. Voorzitter, terwijl de rechtsstaat in de eerste plaats bedoeld is om burgers te beschermen tegen de overheid, verschuilt de overheid zich achter die rechtsstaat om juist steeds meer macht en controle naar zich toe te trekken en steeds meer grondrechten en vrijheden van ons af te pakken. Burgers die onder valse voorwendselen van hun vrijheden en rechten beroofd worden door de regering, kunnen niet terecht bij een onafhankelijke rechter voor bescherming tegen die regering, want alle rechters in Nederland worden benoemd door de regering. Onze voorouders hebben gevochten voor vrijheid en democratie. Daar heeft heel wat bloed voor gevloeid. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe gevaarlijk het is om een democratische rechtsstaat als een vanzelfsprekendheid te beschouwen. Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur. En we bevinden ons nu op een punt dat mensen zich massaal bewust worden van wat er gaande is. Steeds meer mensen zien dat de overheid helemaal niet het beste met ons en ons land voor heeft, maar zich als een wolf in schaapskleren kwaadaardig opstelt tegen de eigen bevolking. Iedere dag worden er meer ogen geopend. And once you see it, you can't unsee it. De groep wordt alleen maar groter. Het is een kwestie van tijd tot deze groep zo groot is geworden dat niemand er nog omheen kan. Het is een kwestie van tijd tot deze mensen de handen ineenslaan om samen een vuist te maken tegen de staat. Alles op alles zetten om de huidige staat van onrecht te beëindigen. Net zo lang tot het huidige corrupte systeem is omvergeworpen en plaatsmaakt voor mensen die wel de beste bedoelingen hebben voor Nederland. En wel het belang van Nederland altijd voorop zetten. En we echt aan de slag kunnen om de democratische rechtsstaat die in de afgelopen decennia is afgebroken in ere te herstellen. Voor ons, maar vooral, voorzitter, voor de toekomstige generaties. Dank u wel. Was dit uw bijdrage? Ja. De heer Efraim. Ja, voorzitter, dan ben ik toch een beetje nieuwsgierig geworden. Want als al die handen zich ineens slaan tot een vuist om de staat omver te gooien, zeg maar, wat is dan het alternatief? Wat komt er voor in de plaats? Een andere vuist? Een andere elite? Ik snap het nog steeds niet precies, hoor. Nou, dan leg ik het heel graag nog een keer uit. Ja, maar wel heel kort, want ik wil echt gewoon door naar de volgende spreker. Het is een hele brede, vraag, maar ik zal hem kort en krachtig beantwoorden. Wij willen de democratische rechtsstaat in ere herstellen. Wij willen naar een land waarin de wil van het volk bepalend is voor het beleid, waarin de macht bij het volk ligt, met een functionerend parlement, een soevereine staat waarin grondrechten gewaarborgd zijn, de machtenscheiding is gewaarborgd, waar rechters onafhankelijk zijn en waar grondrechten gerespecteerd worden. Ja. Ja, tot slot, voorzitter. Ik schrik ervan. Ik wist dat ik in zo'n land leefde, maar ik laat het weer even hierbij. Heel goed. Mevrouw van der Plas. Ja, ik wil even terug naar het onderwerp, de begroting. Want ik was even benieuwd wat Forum wil gaan doen om de veiligheid op het platteland te verbeteren. Want dat kon ik niet helemaal opmaken uit de inbreng. Nou ja, wij willen dat de veiligheid in heel Nederland zo goed mogelijk gewaarborgd is. Als mevrouw van der Plas ons verkiezingsprogramma zou hebben gelezen, dan zou ze gezien hebben dat wij onder meer de politiebureaus die de afgelopen jaren massaal zijn gesloten op het platteland, om die terug te brengen, zodat dat de aanrijdtijden van de hulpdiensten op het platteland verkort worden. Ervoor te zorgen dat de druk op de politiecapaciteit wordt afgenomen, zodat aangiftes weer in behandeling kunnen worden genomen. Ik zal het verkiezingsprogramma er dadelijk nog op naslaan. We hebben tal van concrete voorstellen om ook de veiligheid op het platteland beter te waarborgen. Nou, ik zie de voorstellen graag tegemoet, maar volgens mij had ik het hier niet gehoord tijdens dit begrotingsoverleg, waar je concrete voorstellen kunt doen. Maar
ja, verkiezingsprogramma. Dat is leuk om te lezen, maar het gaat erom wat je hier doet aan voorstellen. Ja, voorzitter. Maar prima, dat ik zal het verkiezingsprogramma op dat punt een keertje nalezen. Voorzitter, we hebben een begroting gezien van honderden pagina's. Ik heb niet aan alle aspecten aandacht besteed. Ik heb uitgezoomd en aan de hoofdlijnen aandacht besteed. En de belangrijkste en voornaamste taak van het ministerie van Justitie is het waarborgen van de rechtsstaat. De rechtsstaat staat onder druk. Het systeem is corrupt. Die problemen moeten aangepakt worden. Want pas vanaf dan, wanneer Nederland weer een bloeiende democratie is en een functionerende rechtsstaat, dan ja, is het een kwestie van tijd dat al die andere problemen die ons land nu naar de knoppen helpen ook snel zullen worden opgelost. Ja. Dank u wel. Dank u wel.